komt voorlopig geen Pokémon Let's Go Togepi of Let's Go Meryl. We krijgen ook geen remake van de vierde generatie Pokémon games. En ook die Pokémon MMO RPG waar iedereen op zit te wachten zit er voorlopig nog niet in. Maar niet getreurd, er komt namelijk wel iets heel nieuws naar de Nintendo Switch en naar je mobiele telefoon, namelijk Pokémon Unite. Wat is het? Hoe werkt het? Hoeveel gaat het kosten en wanneer komt het uit? Dat weten we nog niet. Maar in deze video krijg je wel antwoord op de rest van je vragen over Pokémon Unite. Let's go! Oh nee, geen let's go. Unite! Pokémon Unite is een real-time team battle game waarin je het in teams van 5 spelers tegen elkaar opneemt. En dat zijn dan ook echte spelers. Je kan met 4 vrienden dan ook samen spelen tegen 5 anderen. Tot nu toe zijn er 10 Pokémon aangekondigd en dat zijn Venusaur, Charizard, Blastoise, Pikachu, Clefairy, Machamp, Gengar, Snorlax, Lucario en Talonflame. Je begint als een starter Pokémon van deze evoluties, dus als jij Blastoise kiest dan begin je bijvoorbeeld met Squirtle. En hoe meer goede dingen jij doet tijdens je battle, zoals het verslaan van wilde Pokémon of je tegenstanders, krijg je experience points en daarmee level je up en kan je dus ook evolueren. Dit is de battlefield, de plek waar het gevecht plaatsvindt. Jouw team begint aan de linkerkant en de tegenstander begint aan de rechterkant. Aan beide kanten zijn er 5 plekken waar je kan scoren. En tijdens de battle komen er ook andere Pokémon tevoorschijn en die moet je eigenlijk vangen door ze gewoon te verslaan. En als je die Pokémon verslaat, dan krijg je dus een punt. En die punten moet je dus naar die 5 plekken brengen waar je kan scoren. En natuurlijk is het uiteindelijke doel dat jouw team meer scoort dan het team van de tegenstander. Terwijl je dus wilde Pokémon verslaat en hoger komt in level, leer je ook nieuwe aanvallen. Oh, en trouwens, tijdens elke battle begint je Pokémon weer op level 1. Maar even terug naar die aanvallen. Je kan er dus voor kiezen om allemaal aanvallen te kiezen die heel erg goed zijn op korte afstand, zodat je heel dicht bij je tegenstanders kan komen. Maar je kan er ook voor kiezen om aanvallen te leren die juist beter werken op afstand. Het is maar net welke tactiek je wil gaan gebruiken binnen jouw team. Pokémon Unite kent speciale moves die niet voorkomen in andere Pokémon games en dit noem je Unite moves. Dit zijn moves die je moet opladen en één keer in de zoveel tijd kan gebruiken en dit zijn de sterkste moves, denk ik, uit de game. Als je jouw Unite move met een Unite move van een andere Pokémon uit je team combineert, dan kan je misschien wel gewoon in één keer bam, het hele potje gewoon omgooien. En dat is best wel een toffe battle mechanic. Je kan er natuurlijk allerlei tactieken op loslaten, zoals je tegenstander af te leiden met zo'n Unite move, terwijl dan een eentje van je team er omheen gaat en ervoor zorgt dat je dus punten gaat scoren. Dit was de globale uitleg van Pokémon Unite, maar daarna lieten ze nog een voorbeeldwedstrijd zien in de game en dat was ook best wel vet om naar te kijken. Je ziet hier dat beide teams een team hebben gekozen van de geëvalueerde versies van de Pokémon. En als je dan naar het begin van de battle gaat, dan zie je hier inderdaad Squirtle, Charmander en Bulbasaur onder andere lopen, omdat ze nog moeten evalueren. In het begin van de battle wordt er nog heel erg gefocust op de wilde Pokémon om die te verslaan en dus om te levelen van je eigen Pokémon. Je ziet dat ze in het begin eigenlijk nog helemaal niet bezighouden met de tegenstander. Dat komt pas later in de game. Je moet er eerst voor zorgen dat je zelf heel erg krachtig wordt, goede aanvallen leert en vervolgens kan je gaan proberen om je tegenstanders uit te schakelen. Dat is de tactiek waar deze spelers voor kiezen. Snorlax heeft hier een paar Pokémon verslagen en loopt dus keihard door naar het plekje waar je die punten kan inleveren om te scoren. En daarna zien we dat Snorlax heel erg weinig HP heeft. Snorlax trekt zich terug naar zo'n scorepunt, want daar schijn je ook je HP weer op te kunnen laden. Vervolgens zien we dat Talonflame Pikachu weet te verslaan. En dan denk je waarschijnlijk, maar Pikachu had toch gewoon donderschok kunnen doen, dat is super effective. Dat klopt, maar in Pokémon Unite heb je geen super effective moves. Dus een Pikachu is niet per se goed tegen een Talonflame of een Blastoise. En een Blastoise met zijn wateraanvallen is weer niet per se goed tegen een Talonflame wat een vuurtype is. En zo maakt iedere Pokémon dus een goede kans om een Pokémon van de tegenstander te verslaan. Nou zal het ongetwijfeld zo zijn dat de ene Pokémon heel erg goed is in verdedigen en de andere in aanvallen. Dat weet ik niet, dat is nog niet gezegd, maar dat zou ik me ook wel eens voor kunnen stellen. Nou, Pikachu was dus verslaan. Maar als je verslagen bent, dan moet je even terug naar je basis, dan moet je even wachten. Maar op den duur mag je toch wel weer gewoon meedoen. Dus je bent niet gelijk voor de rest van de battle kapot. Op een gegeven moment zien we dat Snorlax en Lucario samen proberen te scoren. En dan komt er opeens een Clefairy aangelopen van het andere team. Die gaat ook op datzelfde plekje staan. En dat zorgt ervoor dat Snorlax en Lucario niet kunnen scoren. Want je mag niet met 2 teams tegelijkertijd op zo'n punt staan. Ergens aan het begin van de video heb ik je de map laten zien. En dan zie je dus dat beide teams aan allebei de kanten 5 plekken
plekken hebben waar ze kunnen scoren. Als jij nou heel lekker gaat met jou en je team, dan kan je ook doorlopen naar de plekken van je tegenstanders en die kan je kapot maken. Wat inhoudt dat ze daar niet meer kunnen healen. Dan heeft je tegenstander dus minder healing spots. Dus als jij je goed voelt, dan loop je gewoon door naar je tegenstander. Dan maak je die plekken kapot en dat is ook wel echt een goede tactiek om die battles te gaan winnen. Iedere battle duurt een x aantal minuten. Ik durf niet te zeggen hoeveel minuten. Misschien is het 10 minuten, misschien 20 minuten, dat weet ik niet. Maar tijdens de laatste 2 minuten worden de punten die je scoort verdubbeld. Dus die laatste 2 minuten van zo'n battle zijn onwijs belangrijk. Daarin moet je flink gaan scoren. Dat is zo'n beetje alles wat we weten over de mechanics van de game. Het lijkt een beetje op League of Legends of Dota voor de PC. En mensen vragen heel vaak aan mij, Rick, speel je ook League of Legends? Want League of Legends is gewoon een populaire game. En dan zeg ik altijd, nee, ik ben een console gamer. Ik hou van de Nintendo Switch, van de PlayStation 4 en van de Xbox One. Ik speel geen games op de PC, want dat kan ik niet. En dan win ik niet en dat vind ik niet leuk en nee. En dit soort games zijn heel vaak op de PC. Pokémon Unite komt niet op de PC. Pokémon Unite komt op de Nintendo Switch, maar dus ook op mobiel. En dat is best wel tof, want heel veel mensen uit deze community die hebben nog geen Nintendo Switch. Maar jullie kunnen dit straks wel downloaden op je mobiele telefoon. En jullie kunnen dan samenspelen met de mensen die wel een Nintendo Switch hebben. Hoe duur gaat de game dan worden? Daar heb ik goed nieuws en misschien ook een klein beetje slecht nieuws. De game is namelijk gratis om mee te beginnen. Dat noemen ze Free to Start. Ja, wat dat precies inhoudt, dat weten we nog niet helemaal. Je kan hem dus in het begin gratis spelen. Dat kan betekenen dat je hem bijvoorbeeld 2 of 3 uur kan spelen en dat je dan de hele game kan spelen. Maar dit kan ook betekenen dat je hem misschien kan downloaden en maar gebruik kan maken van 1 of 2 characters. Wil je dan andere characters gebruiken, dan zou dat kunnen betekenen dat je daar geld voor moet betalen. Nou zou ik het niet zo heel erg vinden als ik geld moet betalen om dus de volledige game te kunnen spelen. Ik hoop dus alleen dat ik maar 1 keer geld hoeft te betalen. Dus dat zij zeggen, hier, je kan hem gratis spelen, geef ons 20 euro en je kan de game helemaal spelen. Je kan alles doen in Pokémon Unite wat je wil. Dat hoop ik. Wat ik niet hoop is dat je straks bepaalde items nodig hebt bijvoorbeeld om een game te beginnen. Of dat je items kan kopen waarmee je aan het begin van de battle al gelijk level 5 bent. Dat voelt niet goed. Dat voelt oneerlijk. Dat voelt alsof mensen die geld gaan geven aan deze game gewoon makkelijker kunnen winnen. En dat is niet oké. Nogmaals, we weten niet wat die free to start begint. We weten niet wat het inhoudt. Dat horen we waarschijnlijk later. Dan hoor ik jullie vragen, yo, maar kan ik hem al downloaden? Wanneer komt deze game uit? Helaas hebben ze ons dat ook niet verteld. Dus we weten niet of dat volgende maand is. We weten niet of dat over 3 maanden is. Of misschien pas rond de kerst. Geen idee. Daar hebben ze nog helemaal niks over gezegd. Ik heb deze game ook gelivestreamd op twitch.tv/Rickatu. En daarin heb ik een poll gehouden. En daarin vroeg ik van, vinden jullie Pokémon Unite tof? Of vinden jullie Pokémon Unite stom? Daar hebben ongeveer 70 mensen toen op gestemd. En het was letterlijk 50-50. De helft vond het leuk en de andere helft vond het niet leuk. Ik zelf vind het wel tof. Ik hou er wel van dat de Pokémon Company iets nieuws probeert wat er nog niet is. Ik wilde altijd al League of Legends spelen, maar toch ook weer niet omdat het op PC was. En nu kan ik dus zo'n soort game straks gewoon lekker spelen op mijn Nintendo Switch. En om het nog beter te maken, het is met Pokémon! Dus ja, daar heb ik persoonlijk best wel zin in. En ik ga hem ook zeker wel even spelen op YouTube en op Twitch. Ik ben dus alleen heel erg benieuwd wat dat Free to Start inhoudt. Oh ja, en een laatste ding waar ik nog heel erg op hoop, is dat er meer dan 10 Pokémon in zitten. Ik hoop dat er minimaal 20 of 30 Pokémon komen naar Pokémon Unite. Oh shit. To begin, please take a look at this video. Ik zie 3 Kanto starters weer, jongens. Iets gebaseerd op ruilen? Pokémon Home gaat nu eindelijk werken. Oké, we zien letterlijk alles van Pokémon Stadium, Pokken Tournament, Trading Card Games, alles. Oké, het is iets universeels voor alle platforms. Pokémon Unite? Oké, wat... Het is niet alleen... Oh ja, dit is dus het Teamy project. Maar het is ook op Switch. Doe even een blauw duimpje omhoog voor deze video als je van Pokémon en Nintendo houdt. En laat me even weten wat je van Pokémon Unite vindt. Ga je het spelen? Ga je het niet spelen? Laat het weten in de comments. Ik ga alle reacties weer lezen. Wil je me live zien gamen? Volg me op twitch.tv/Rickatu. En vergeet niet op YouTube te abonneren. Dan zie ik je later. Of bij de volgende video. Of op Twitch. Of op Insta. Oh ja, of op TikTok. Ik heb tegenwoordig ook TikTok, jongens. Anyways, mazzel!